Test, test. Lieve mensen, wij hadden een giveaway. Want we zaten weer over een lekkere mijlpaal heen qua abonnees. En we gaan nog steeds lekker door, want holy moly, in de tussentijd zijn we alweer, weet ik veel, met 300 gestegen of zo. Ik weet niet hoeveel, maar het ging heel snel. Bedankt voor het abonneren natuurlijk. Ik heb hier dus, vandaar mijn telefoon, een aantal comments. Een aantal goede, geinige comments. En dan ook dus 3 winnaars. Ja, want we vonden het wel leuk om het een beetje te verdelen. Omdat er ook zoveel mensen hadden gereageerd. Dus, laten we eerst beginnen met wat comments die we gewoon waardeerden voor het feit dat hij grappig was. Hier hebben we er eentje van user CE6GB4DL1G. En hij zei, yo Thomas Shop, we kunnen allemaal een heel zielig lulverhaal opleggen, maar ik ben een kaaskop en ja, dus gewoon gierig. Geef me alsjeblieft een 65 of 70 cc cilinderkit en als het kan met 19 of 15 mm carburateur en spruitstuk. Ik had al nog een comments geplaatst, stom hè, ik wil echt gewoon heel graag dat voor de meer info over mijn afgerachte tossie lees even andere comment. Hopelijk win ik alvast, bedankt. Zou het niet super duper duper leuk vinden? Zou het echt super duper leuk vinden? Bedankt Stijn. Als het te duur wordt, is een 65 cc alleen ook genoeg. Maar als het kan, ook met 16, 16 of 15, 15. Wat denkt jij? Nou ja, weet je, tegelijk, als we nou 5k, misschien 10k. Ja, misschien dan wel een heel kitje, misschien dan wel een heel blok. Je weet maar nooit. Dus geef nooit op, user. Dat. Volgende comment. Ronald Robiani zegt, ziet er weer fresh uit. Dat was over de video natuurlijk waarin we die giveaway deden. Ik zou het liefst een hele Thomas willen. Want die heb ik nog niet. Ruimte ook niet, maar die moet ik dan maar maken. Jemo 7574 zegt, ik wil graag 2 kratten bier, want ik heb een drankprobleem. Luc Niele 4143 zegt 19 mm carb, 65 cc en een kratje Amstel. Tiesje zegt, ik wil graag een bougie winnen met racevonkjes. Oh, ik wil graag een bougie winnen met racevonkjes om extra hard te gaan. Dat staat goed, Oetwente. Nee hè. En dan de winnaars. Ja, ik heb er lang genoeg omheen gepoept. De eerste winnaar is... Ik zou heel graag de elektrische toeter winnen, zegt Truckspotters NL. Ook al is hij klein, ik heb hem wel nodig, want ik heb namelijk geen toeter op mijn Thomas. Maar ik heb pas wel een Turkse fluit gekocht voor op de Thomas, maar daar zit geen compressor bij. Daarom wil ik hem heel graag. En mijn opa heeft een oude Zundapp met precies diezelfde toeter. En ik wil heel graag een keer toeren met mijn opa en dan kan ik laten zien dat ik ook die toeter heb. Ik hoop dat ik win. Nou, wij vonden het tuteren verhaal wel grappig. En Truckspotter, daarom win jij die tuter. Dus, ik zou even kijken hoe wij precies in contact gaan komen met jou. Dat staat waarschijnlijk nu wel ook in beeld anders. En dan gaan we ervoor zorgen dat die tuter naar jou komt. De tweede comment die wint is van Thomas Achterhoek. En de Achterhoek zegt, ik zou heel graag... Oh nee, beste Thomas Shop en Stijn. Nou, dat begin je al goed natuurlijk. Ik zou heel graag een koplap rond 165 mm met Angel Eye zwart LED 12 volt wit licht willen. Onze nieuwe Angel Eye koplamp. Tering vet natuurlijk. We hebben er ook een paar foto's bij staan hoe die gemonteerd is. Echt heel kicken. Mijn Thomas is na 18 jaar misbruik eindelijk eens toe aan een flinke opknapbeurt. Mijn vader en ik hebben deze Thomas motorisch al helemaal in orde gemaakt met een nette 70cc alu en kleine dingen zoals een nieuwe kickstart, een nieuwe schakelaar, degelijke bussen en een carburateurset. Nou, jongen, super, lekker bezig. Hij is bijna af, alleen willen we hem ook daadwerkelijk een mooie uitstraling geven. Dat mensen niet hem zullen vergeten. Ook doet mijn huidige koplamp, een originele, het helaas niet. Daarom is het dus ook niet verantwoordelijk om op de weg te gaan, ondanks de 70cc. Wij zijn van plan om hem leger groen te maken met een mooi zadel, nieuwe kappen, remhendels, ronde koplamp met die Angel Eye. Zo bij elkaar opgeteld is het nogal een duur grapje en daarom zou hij dus graag die koplamp willen. Nou, weet je, super tof en hij wil dus ook de komende meets, dus waarschijnlijk ook Mobfest volgend jaar komen met dat ding. Kom sowieso langs. Ik vind het super tof als je ermee komt. En gefeliciteerd Thomas Achterhoek, want jij wint dus die koplamp daadwerkelijk.
Wel moet ik zeggen dat hij trouwens zo snel gelopen is dat hij volgens mij momenteel niet meer op voorraad is. Maar we hebben alweer nieuw besteld, dus we gaan er gewoon voor zorgen dat die hoe dan ook naar jou komt. En dan de hoofdprijs, zo gezegd, is Sam Koessen 1300. Die zegt: ik zou graag een 50cc Airsal willen voor mijn Thomas. Ik wil hem namelijk wat harder laten gaan, maar 65 ben ik bang dat hij kapot gaat met 65cc. Nou, op zich, Sam, vind ik dit dus ook een hele verantwoordelijke, slimme comment. Want inderdaad, als jij natuurlijk alleen maar opvoert aan de bovenkant en niet inderdaad kijkt dan ook nog een krukas upgrade, jezus, lagers, koppeling enzovoort, gaat het ineens veel zwaarder worden voor dat als je natuurlijk ook zwaarder erbovenop zet. Denk dan dus aan die cilinder, aan een kop, aan een uitlaat, aan een carb. Dus ik vind dit een hele toffe en Sam, bij deze win jij die 50 Airsal. Kikken. Geheid dat we sowieso nog een keer een giveaway gaan doen, zoals ik al eerder zei. Bij welk abonnee-aantal weet ik nog niet. Maar als je nou abonneert, komen we daar sowieso sneller achter. Dus ja, abonneer. Ciao!